Ja, dit is mijn kat en ze wil ook eens op de camera. Dus Marcel, doe je ding. Ze is super klein, misschien 1 millimeter of zo. En ze wou ook eens op de camera. Dus hier bij jullie, mijn mooie pussy. Ja, ga maar naar beneden. Ja, ja, niet langs daar. Niet springen, niet springen. Holy shit. Ja. Kom, kom. Dus ja, nu jullie mijn kat hebben gezien, kunnen we beginnen aan de video. Maar jullie vragen je waarschijnlijk af waarom ik hier ben. Dat is een hele goede vraag. Mag ik naar boven? En dat ga ik nu ook doen. Want mijn mama is thuis en ik ga niet in de living staan en een video opnemen als mijn mama thuis is. Dus let's go. YouTube-eisen hier met vandaag een nieuwe soort van praatding, vlogding. Ik vond dat het nog eens tijd was om even tegen mijn camera te praten, want ik had een geweldig idee om aan jullie te vertellen door middel van een video, omdat dat cool is. Ik zie dat er de laatste tijd heel erg veel nieuwe mensen vanuit België beginnen met YouTube. Die video's beginnen te maken, die allerlei soorten dingen beginnen doen, en dit vind ik natuurlijk super cool en ik stimuleer jullie natuurlijk allemaal om dat ook te beginnen doen. Maar heel veel mensen die beginnen, zie ik foutjes maken. En natuurlijk heb ik hier al eens een video over gemaakt, maar in die video ging het niet echt over die tips. En heel veel YouTubers vragen dan tips. Hoe begin je? Hoe doe je dit? Dat? Doe dat. En in deze video ga ik eens goed uitleggen hoe je begint met YouTube. Hoe je het beste begint met YouTube. Wat je kan doen om meteen veel subs te hebben. Wat je kan doen om meteen veel support te krijgen. Hoe je niet de fouten maakt. Hoe je geen haat gaat krijgen. Hoe je alles mooi doet. En een redelijk korte video. Dus ja, let's go. Tip 1. Oké, ja, nooit hopen dat ik zo heel de tijd tips vind. Eerst wat ik je kan zeggen is, zorg dat je goede motivatie hebt. Zorg dat je een doel hebt om te bereiken. Zorg dat je de kracht hebt om YouTube te doen. Niet dat je je channel maakt, een introductievideo uploadt, 3 weken geen video's maakt, dan een video met ik ben terug, dan een video waarin je zegt dat je stopt 2 weken later omdat je geen tijd hebt, dan 2 weken later weer een video waarin je zegt dat je terug opnieuw begint. Want sommige YouTubers doen dit en dan vragen ze aan mij, hoe komt het dat ik 50 subs heb, maar amper 3 likes? Als je zo heel de tijd active, non-active, active, non-active, active, non-active gaat worden met je channel, verlies je heel de tijd subs. Want voor de mensen die het niet weten, als een subscriber 3 weken geen 1 video van jou kijkt, ga je uit zijn subbox. Dan krijgt hij geen melding meer dat jij een nieuwe video hebt gemaakt. Het probleem hiervan is dat subscribers niet meer op de hoogte worden gehouden dat jij een video hebt geüpload. En dat is niet cool, want dan heb je minder views, minder likes en dan heb je subs, maar heb je de likes niet. Het tweede wat ik je kan aanraden is, probeer vanaf het begin zo goed mogelijk te beginnen. Dan bedoel ik qua kwaliteit en qua editing. Zorg dat je genoeg tutorials hebt gekeken, zorg dat je een goede camera hebt, zorg dat je een goede game capture hebt als je gaming video's maakt. En ideeën, daar kom ik bij het derde puntje. Voor YouTube heb je heel wat inspiratie nodig. En ik weet dat er YouTubers zijn die naar mijn video's kijken. En soms heb ik het probleem ook van, over wat moet ik nu een video maken? Maar als je even YouTube doet, heb je allemaal van die leuke tactieken hoe je aan een idee kan komen. Zoals vandaag, ik zat achter mijn computer te skypen en ik dacht, over wat zou ik eens een video maken vandaag? En opeens schoot er iets in mijn hoofd. Maak een video hoe je makkelijk kunt beginnen met YouTube. Dus ja, nu sta ik hier met een camera en een onderbroek op mijn hoofd en ja. Zorg dat wanneer je je introductievideo hebt gemaakt, je al een paar ideeën hebt voor volgende video's. Bijvoorbeeld, als je een gaming channel hebt, dat je wat video's gaat maken over verschillende games die je gaat spelen. Dat je niet je introductievideo maakt waarin je zegt, ik ga dit, dat spelen, maar dat je de eerste volgende 15 video's alleen maar Minecraft upload. Want dan ga je je subs wegjagen, omdat ze denken, eeuw, alleen Minecraft? Nee, oh shit. Variatie. Variation is the key to infinity. Prent dat goed in je hoofd. Als je verschillende dingen gaat doen, zoals mij, zoals Castio, zoals Unagis, zoals heel veel andere YouTubers, dan creëer je een open publiek. Subs die in zijn voor allemaal verschillende dingen. Want wat kan je vinden op mijn kanaal? Call of Duty commentaries, vlogs, praatvideo's, pranks, dingen, porno, alles. Je kan gewoon alles vinden op mijn channel. Want ik zie ook, als ik een gaming video upload, zie ik in de comments allemaal verschillende mensen. En als ik een vlog upload, zoals vandaag, ga ik weer allemaal verschillende mensen zien. Ik weet dat sommige mensen naar mijn channel komen voor de praatvideo's. Anderen komen dan voor de gaming video. Anderen komen om me uit te lachen dat ik nooit luck heb in packs. Ik heb ook een FIFA sponsor en ik krijg 500k per week. Dus er komen sowieso pack openings aan. Let's go! Dan heb ik nog een groot tipje en er is haters. Er zit altijd wel ergens een addertje onder het gras. En bij YouTube zijn dat de haters. De haters moeten er ook zijn. Zonder haters groeit je channel niet super snel. Want haters zijn zo negatief dat je channel eigenlijk gewoon groeit erdoor. Het komt nu waarschijnlijk raar over, maar nee. Stel, jij hebt een YouTube channel en je hebt extreem veel haat. Probeer het te negeren. Want als je de haters aandacht gaat geven, dan accomplish je eigenlijk gewoon een missie.
Want wanneer je gaat reageren op hun haatcomments, dan zijn ze blij. Dan zeggen ze van yes, zij is kwaad. Negeer ze. Delete ze uit je kanaal. Als je ziet dat mensen haatcomments onder je video zetten, blokkeer ze volledig. Dan kunnen ze nooit meer reageren onder een video. Dat doe ik toch altijd. En sommige mensen hebben geen haat. Je moet ook het verschil tussen commentaar en haat kunnen splitsen van elkaar. Want ik heb sommige mensen op mijn channel die mijn video's leuk vinden, die ik heel vaak terugzie in de commentsectie. En zij zetten soms ook wel eens een comment van, ik vond deze video minder, want ik vond deze video goed, want ik ga deze video niet liken, want ik vind deze video niet zo goed, maar ik like hem wel, want. En jullie moeten weten, ik lees elke comment. Niet dat ik zoveel comments heb, misschien 30 of zo per video. En ik lees ze allemaal, omdat ik het speciaal vind. Het is altijd zo'n gevoel van, oh, wat gaat hij zeggen? Holy shit, nieuwe comment, wat staat erin? Een like is een like. En een like is gewoon tof. Maar een comment is echt iets persoonlijk. Je kan ervan maken wat je wil. En je kan natuurlijk zeggen, nice video, goed gedaan, wow. Maar je kan ook dingen zeggen uit de video. Bijvoorbeeld, check op 4.0, daar gebeurt iets grappig. Of, hey, dat was een goede video, want blablabla. Nice video. Natuurlijk is het leuk als iemand zegt, nice video. Maar het is leuker als je er een persoonlijk toetje aan heeft. En dat probeer ik altijd te doen in de comments. Mij ga je nooit echt zien zeggen, nice video. Want nice video is zo van, ja, nice video. Dus ik hoop dat ik jullie al een beetje heb kunnen helpen hiermee. Als jij vragen hebt over hoe begin ik met YouTube, je kan ze altijd stellen op mijn Twitterpagina, @jetzijsit. Op mijn Facebookpagina, @jetzijsit dagelijkse video's. Op mijn Instagram, @instadirect, van der Huns Nathan. Je kan het ook vragen op YouTube zelf in de comments. Gewoon vragen wat jij wil. Ik ga proberen zoveel mogelijk comments onder deze video te beantwoorden. En ja, dan zie ik jullie in een andere video. Ik zou zeggen, let's go team! Adios, bitches. Tot de volgende video.